We eindigen het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt tot en met morgen 21 september. In de nachtelijke uren vinden op sommige plaatsen, vooral in het binnenland en westen van het land, perioden met lichte tot matige regenbuien, mogelijk met onweer plaats. Aan het eind van de nacht ontwikkelt zich plaatselijk nevel en of mist, voornamelijk in bosrijke gebieden. Morgen in de middag en avond zijn er perioden met lokale tot wijdverspreide buien, soms met onweer en windstoten. Op enkele plaatsen kunnen kortstondig zware onweersbuien voorkomen. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen 21 september de gevoelstemperatuur hoger ligt dan de verwachte maximale temperatuur van 36 graden Celsius. Op enkele plaatsen kunnen kortstondige zware onweersbuien, soms met windstoten, voorkomen.